En ondertussen is Anne hier gaan zitten. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met je? Ja, wel goed. Beetje zenuwachtig, dat wel. Gaat helemaal goed komen. We gaan gewoon lekker gezellig kletsen en het over jouw prachtige werken hebben. Die vielen me meteen op. Je ziet er net zo kleurrijk uit als je werken. Ja, toch? Inderdaad. Toch? Lekker thema weer naar toe gekomen. Ja, ook shirts, schoenen, alles gewoon. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ja. Niet expres gedaan. Nee. Per ongeluk. Nou, past helemaal binnen het thema. Je hebt ook meerdere werken meegenomen, zie ik. Ja, dat klopt. Die vielen me meteen op door alle kleuren eigenlijk. Ja. Het ziet er enorm vrolijk uit. Ja. Maar toen ging ik je verhaal lezen, dan is er toch wel een serieuze ondertoon bij. Ja, dat klopt. Ja. Kun je iets vertellen over wat je geïnspireerd heeft om dit werk te maken? Nou ja, vooral een beetje de graffiti scene, Shepard Fairey en die kunstenaars. Want ja, die willen wel een boodschap overbrengen, maar die gebruiken ook best wel kleurrijk kleurgebruik. En dat vind ik wel een mooie balans, omdat ja, ik wil wel gewoon een boodschap hiermee overbrengen. Maar ik wil niet een soort depressieve beeld creëren. Nee, dus, dat is afschrikkend. Ja, precies. En ik wil ook juist hoop geven met het werk. Dus daarom heb ik voor eigenlijk zulk kleurrijk kleurgebruik gekozen. Ja, dus het trekt meteen. Iets wat donker is, dat stoomt inderdaad misschien een beetje meer af. Maar dit is iets wat meteen super erg opvalt. Dus dat is ook echt de reden waarom ik inderdaad gekozen heb voor zo'n kleurrijk tafereel eigenlijk voor wel een serieuzer onderwerp. Dat het mensen meer trekt. Ja. Wat wil je dat wat het publiek meeneemt als ze naar jouw kunst kijken? Kun je iets meer vertellen over de scènes die we zien, iets meer uitlichten? Het eerste deel gaat eigenlijk meer over jongeren. En nou, daarin zijn bepaalde ideeën weergegeven, zoals statement kleding dragen of vegan zijn. Maar je ziet ook een vliegtuig en allemaal vervuiling. Dus daarmee wil ik eigenlijk duidelijk maken dat wij wel wat doen, maar dat het eigenlijk nog lang niet genoeg is. En meer om te laten zien hoe goed wij bezig zijn. Daarom hebben ze ook allemaal een mobieltje vast. En daarom heb ik ook een fabriek op de achtergrond gemaakt om te laten zien dat het nog lang niet klaar is eigenlijk. Ja. En in de tweede zie je allemaal bomen die gekapt worden. En dat wij als rijke landen daar wel dat wel zien, maar niet echt handelen ernaartoe. Daarom heb ik de onderkant, is iedereen gewoon lekker bezig en maakt zich er eigenlijk niet zo druk om. En de derde is eigenlijk heel actueel. Dat gaat namelijk over corona. En dat was nog helemaal in het begin. Dus corona is nu natuurlijk een gevolg van hoe wij mensen omgaan met de aarde. En daar heb ik eigenlijk taferelen in weergegeven, zoals tulpenboeren die doen hun bloemen allemaal weg. En dat viel me heel erg op in het begin. En natuurlijk het hamsteren. Ja, alle wc-papieren. Ja, al het wc-papier. En eigenlijk deze drie, die gaat daar dieper op in. Want toen ik op vakantie was, daarin heb ik eigenlijk allemaal dingen die ik gewoon tegenkwam in verwerkt. Zoals een mondkapje. En dat heeft natuurlijk te maken met vervuiling, maar ook met corona. En er was ook een houtfabriek en dat slaat natuurlijk weer terug op het kappen daarvan. En ook heel veel vervuiling in de zee kwam ik tegen. En rechtsonder trek ik dan meer een conclusie van, als wij zo doorgaan, dan gaat het een beetje de verkeerde kant op. Ja. Maar vanwege het kleurrijke kleurgebruik wil ik toch mensen dus er bewust van maken en dat ze misschien hun gedrag gaan veranderen. Ja, precies. Ja. Dit is allemaal mega actueel en een beetje wat jongeren ook nu meemaken. Je had het al even inderdaad over corona. Supergoed dat je iets actueels hebt verwerkt in je werk. Hoe merk je dat jou en je klasgenoten of vriendengroep anders heeft beïnvloed, denk je, dan mensen die iets ouder zijn? Nou ja, ik denk dat wij toch later meer met de consequenties moeten gaan dealen. Ja. En ouderen misschien toch iets minder. Die zijn er niet meer van. Misschien ook wel. Nee, dus het is eigenlijk aan ons nu om mee bezig te gaan. Ja, wij moeten er zo mee dealen inderdaad. Dat is, dat is absoluut waar. Ja, het is super goed ook dat je verschillende onderwerpen hebt aangepakt en iets actueels bij hebt gepakt, vind ik ook. Gaan we naar de jury, Volkert. Ja, ik ben erg onder de indruk, moet toch? Ik zeggen. Ja. Ja, geweldig hoe het hele verhaallijn en de kleuren, de hele actualiteit ook die erin zit.
vind ik wel echt indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja. Dat dat ontzettend goed aansluit met deze tijdsgeest, maar ook dat er iets hoopvols in zit. Met de kleuren en dat je denkt van het is één grote, ik weet niet, het komt heel sympathiek over. Dat je denkt van het is niet geen doem, er zitten wel doem elementen in, maar het geheel is eigenlijk een soort van, er is hoop. Ja, toch een feestelijk beeld of zo krijg je. Ja. En ik denk dat is wel wat... Wat prettig is om nu te zien. Ja, dat trekt heel erg aan het, aan het oog. Ontzettend knap ook de, dat het handschrift in dat werk allemaal gewoon... Dat het zo goed doorwerkt is ook. Ja, je hebt heel erg vastgehouden in... Het is niet, je denkt niet het is een poging tot, maar het is helemaal doorgewerkt tot iets wat een soort autonomie heeft. Ja. Dat het iets unieks is voor jou als persoon, zeg maar. Nou, dus ik denk, je hebt wel een soort kanaal gevonden om, dat, om je ideeën daaruit te laten zien. En het is ook... goed te lezen. Is echt dat is mooi, hè? Ja, veelbelovend. Ja. Ik denk als een werk van jou ergens zou hangen, dat, het, dat we meteen denken, ah, die is van Anne. Ik heb heel erg heel je eigen handtekening. Dat is heel mooi. Zie je dat ook een beetje, Lucas? Dat je denkt van als je een werk van haar zou tegenkomen, dat je het wel naar, meteen naar haar toe kan schrijven? Ja, je ziet echt heel duidelijk hoe jij de wereld ziet. En ik denk dat je ook erin terug ziet hoeveel jongeren de wereld zien. En ik denk dat dat wel heel goed is, dat je dat, dat is gelukt. Want het komt heel overweldigend over, gebeurt heel veel en heel veel problemen tegelijkertijd. En ik denk dat dat ook zo is zoals het is om nu jong te zijn. Dat er heel veel op je afkomt waar je eigenlijk niet zoveel aan kan doen. En dat laat je echt heel goed zien in je werk. Ja, ja, dankjewel. Ja, supermooi. Ben je, heb je dat altijd gehad dat je zo bezig bent echt wel met de dingen om je heen? Nou, ik vind het wel belangrijk om een soort van concept erachter te hebben. Ja. En met de actualiteit is wel een beetje, ja, dat vind ik wel... Belangrijk daar bezig te zijn. Ja, mooi. Dan Verlie nog even als laatste. Ja, ik zit ernaar te kijken en ik denk eigenlijk hetzelfde als Volkert. Ik vind het ontzettend goed dat je... je hebt je zorgen heel goed vertaald, denk ik. Maar ook al heel volwassen in een stijl. Dus je kiest steeds... Ik zie iets van een personage, denk ik dan, hè, met die roze wolk. Ja. Of misschien is het wel... kauwgom, weet ik niet. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Maar het zijn een soort van hersenen eigenlijk. Waar oh, hersenen. Een beetje idee in kan. Ja. Nou ja, ik zie in ieder geval een personage steeds terugkomen. Dus dat vind ik al hartstikke goed. Hè. Dat is heel goed in die herkenbaarheid. En die beleeft van alles. En daardoor kunnen wij ons heel goed in dat personage verplaatsen. En zien we ook heel goed wat er aan de hand is. Dus ik vind dat echt heel erg knap. Dus in je kleurkeuze en in je stijl. Heel goed gedaan. Je maakt alles ook even belangrijk, waardoor we er lang naar moeten kijken. Mm-hmm. We zien niet in één oogopslag van, oh, dat gaat daar. Of nee, hoe langer we kijken, hoe meer we zien. Dus ontzettend goed gedaan. Ja, dank u wel. Super erg bedankt voor je aanwezigheid. En denk dat we allemaal heel erg onder de indruk waren van jouw werk. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.